Deze week alles over parkeren. Nou ja, bijna alles. Parkeerruimte is ook in Rotterdam schaars. Bewoners, bedrijven en bezoekers vinden allemaal dat ze recht hebben op een plekje voor hun heilige koe. Parkeren is vaak een bron van ergernis, zelfs als je geen prent krijgt. Bij de parkeerwinkel was het tot voor kort een drukte van belang. Nu doet hij zijn naam eer aan. Je kunt er met gemak een auto kwijt. Waar danken we die relatieve rust aan? Goedemorgen. Het is een nieuw systeem, want vorig jaar hebben we dagdeelkaarten gehad. En nu hebben we zeg maar een bezoekerspas in de vorm van een chippas eigenlijk. En daarmee kan je zeg maar een bonnetje bij de meter halen voor je bezoek. Een nieuwe bezoekerspas dus. Eens kijken hoe dat werkt. Waar ga jij naartoe? Ik ga naar mijn collega op bezoek. Even de bezoekerspas halen, zodat ik even 5 uurtjes kan parkeren. Hoe doe je dat nu dan? Je hebt hem toch nog niet? Vanaf het moment dat je auto parkeert, ben je parkeerbelasting verschuldigd eigenlijk. Dus even een pakje sigaretten halen, of even een krantje halen, of even een pasje ophalen. Dat is geen excuus om niet te betalen. Sigaretten halen? Nou, dat was in mijn geval wel heel erg lang parkeren. Maar goed, met de Parkline of Telepay betaal je alleen voor de tijd dat je er werkelijk staat. In de parkeerwinkel toch maar eens vragen hoe je aan zo'n bezoekerspas komt. Ze hebben er toch niks meer te doen. Je kunt de aanvraag indienen voor de bezoekerspas. De pas komt dan op naam te staan. Je krijgt dan 1 pas per huishouden. Mm-hmm. Met de pas kunt u voor gereduceerd tarief een bonnetje kopen bij de meter voor uw bezoekers. En dat is in principe hetzelfde als de dagdeelkaarten. Alleen je hoeft geen kaarten meer te kopen. Je hebt dan gewoon een pas. Yo. Hi, Gemmy Winston. Hi. Ik heb de bezoekerspas nodig. Kom even naar beneden. Oké, prima. Hoi. Niet meer in de rij voor je bezoekerspas. Maar het is wel jammer dat je met je pas naar je bezoek moet. Dat is een klein nadeeltje. Zo ziet het eruit. Een chippas, ja. Dus het is een heel handig pasje. En daarmee kan je gewoon bij de meter je bonnetje eruit halen. Nou, nu loop ik naar de parkeermeter. En dan trek ik een bezoekersticket voor 5 uur. De pas werkt met dagdelen van 5 uur. Op 1 pas staan 100 dagdelen. Gebruik je er maar 50, dan betaal je er ook maar 50. En betalen werkt heel simpel. Nou, u kunt door middel van de blauwe knop kunt u de dagdeel kiezen, zeg maar. Het is een tarief eigenlijk wat u vorig jaar ook betaalde voor de dagdeelkaarten. Het is dan al wel 1 cent verhoogd. Uh-huh. Dus dat is €1,18 per dagdeel geworden. Wilt u bijvoorbeeld 2 dagdelen parkeren, dus langer dan 5 uur, drukt u nogmaals op de blauwe knop en dan krijg je vanzelf tijd te zien en hoeveel je dan betaalt. En? Handig? Omdat het kleine pasje, ik vind het wel makkelijk. Het is ideaal, hoef ik geen kaarten meer te halen en het wordt automatisch afgeschreven. Ja, goed systeem. De parkeervergunning gaat ook veranderen. Ja, ze zijn flink bezig bij stadstoezicht. We hadden altijd een vignet zeg maar, met een kenteken erop. En nu hebben ze ook een pasje waar alleen een barcode op staat en een nummer, zeg maar. En daarmee kunnen ze parkeren. Zo ziet de nieuwe parkeervergunning eruit. Zo, wat een ding zeg. Wat ben je aan het doen met die lasergun? Ik ben hem aan het scannen. Kijken of hij wel in deze sector thuis hoort. En? En hij hoort hier thuis. Gelukkig. Had je die gun vorig jaar ook al? Nee. Dit is dit jaar ingegaan. Vorig jaar hadden wij gewone papieren vignetten. En we zijn dit jaar overgegaan op deze formaat pasjes. Met een barcode. En die scannen we tegenwoordig. Nou, ik hoef niet te vragen wat er gebeurt als de sector niet klopt. Als de sector niet klopt, dan wordt er een naheffing uitgeschreven. Ligt er een briefje bijvoorbeeld erbij, het is een vervangende voertuig, dat er daarom de gegevens niet overeenkomen. Dan wordt er contact opgenomen met de meldkamer. Meldkamer, ik zou graag even een auto willen nakijken op vervangend vervoer. Het betreft hier de vergunning, de 93. Simon, Richard, Nico, 21. Als het bekend is bij ons, bij de meldkamer, dan is het in orde. Is het niet doorgegeven, is er niks bekend, dan wordt er ook weer een naheffing op opgelegd. Dan wordt er weer een bon uitgeschreven. Hup, weer een bon. Al die elektronica en passen maakt het allemaal wel veiliger en minder fraudegevoelig. Er komt immers geen euro meer aan te pas.
Het is wel makkelijker om de valse er nou tussenuit te halen wel. Want de vorige vergunningen die waren makkelijker te kopiëren. En dan was het soms lastig te zien. Maar deze is het een stuk makkelijker. Maar verandert er ook nog wat voor de mensen zelf? Behalve dat het papiertje nu een elektronisch ding is. Voor de mensen verandert er minder. Eigenlijk niet zoveel. Die ding wordt gewoon vervangen. Die oude vergunning wordt vervangen. Met een nieuwe pasje. En dat is eigenlijk voor de rest geen verschil. Het voordeel is zelf dat ze elk jaar niet meer hoeven te wachten op een nieuwe vergunning. Dus nog minder te doen in de parkeerwinkel? Ja, zeker. De werkdruk wordt sowieso minder in de winkel qua klanten. En ja, we kunnen ons dan ook richten op andere werkzaamheden eigenlijk. Met de papierwinkel van Stadstoezicht gaat het hartstikke goed. Want fout parkeren blijft menselijk. Of is het parkeerbeleid onmenselijk? Wat vindt de kenner ervan? Ja, ik kom vaak in de stad, heb een auto en ja, ondervind vaak parkeerproblemen. Zowel het vinden van een parkeerplek als het betalen van hoge kosten voor het parkeren. Waarom moet je eigenlijk betalen? Met betaald parkeren proberen we in Rotterdam het verkeer te reguleren. Zodat je altijd een plaats hebt en de stad bereikbaar en leefbaar blijft. Zijn er nou nog plekjes waar je niet hoeft te lappen? Ja, de bekendste of de makkelijkste is eigenlijk bij de Slaak. Dat zit vlakbij het Oostplein. Ook toch een beetje een uitgaansgebeuren, restaurantjes. Voor mij ook gewoon het centrum. Vanaf daar is het 5 minuten lopen naar onder andere de Oude Haven of de Blaak. Ja, en daar is het nog gratis. Gratis, ja. Ja, daar hebben ze al een oplossing voor gevonden. Hoe drukker het is, hoe hoger het tarief. En die parkeerdruk meten wij ook geregeld een aantal keren per jaar. Om daarop het tarief af te stemmen. Dat kan wel eens verwarring tot gevolg hebben. Op deze kade alleen al zijn er 3 verschillende tarieven. Dat wil zeggen dat bij dat nieuwe gebouw hier van E.ON, daar is het tot 1 uur 's middags betaald parkeren. Dit gedeelte waar wij ons nu bevinden tot aan de kromming van de weg bij het Oostplein, dat is tot 6 uur betaald parkeren. En dan het gedeelte in de kromming richting Oude Haven, dat is tot 11 uur 's avonds parkeren. Ja, ja, maar het echte probleem? Er zijn gewoon veel te weinig parkeerplekken. Als je op een zaterdagmiddag de stad in wil, ja. Gewoon normaal parkeren, dat lukt bijna niet. Je moet wel het parkeergarage in, ja. En dat is natuurlijk wel een stuk duurder. Dus als men dan gebruik kan maken van die paar gratis parkeerplekken, dan vind ik dat wel iets om aan te moedigen. De mensen die zich begeven op de Oude Haven, al daar uitgaan, die zetten hier hun auto neer. Omdat het na 6 uur vrij parkeren is. En waardoor onze gasten moeite hebben om hier een plaats te vinden. En het nogal eens gebeurt dat de wagens doorrijden, omdat ze hier geen plek hebben. Dat scheelt weer inkomsten. Zoeken naar goedkopere oplossingen dus. Wanneer zijn we bezig? Ja, natuurlijk. Ja, daarom is het ook, zijn er ook zo, bijna 5000 leden. Dat is niet voor niks natuurlijk. Veel mensen zijn het gewoon erover eens dat parkeren te duur is. Wat is het idee achter die verschillende tarieven? Het tarief op straat is altijd hoger dan in de garage. En de filosofie daarachter is dat wij graag willen dat mensen buiten beeld in de garages parkeren. Zodat er weer de bereikbaarheid van die stad voor de kortparkeerders overblijft op straat. Ja, daar zit ook wat in. Ja, maar vaak zit je toch als in de parkeergarage, ben je ook langer bezig met parkeren. Je kan niet eventjes snel parkeren. Ik ben zaterdag nog in de stad geweest, dan moet je naar de 8e verdieping. En sta je geloof ik een half uur in de rij uiteindelijk om je kaartje af te rekenen. Maar betalen in Rotterdam, dan komt die chip pas weer om de hoek kijken. Hoe zit dat nou? Je kan in Rotterdam ook bij de belangrijkste bezoekersattracties met creditcard betalen. Als de enige stad in Europa waar dat mogelijk is op straat. En daarnaast kan je ook in Rotterdam bij alle parkeerautomaten op straat met je mobiele telefoon betalen. Wat natuurlijk het gebruikersgemak voor mensen die frequent parkeren in Rotterdam enorm doet toenemen. Ja. Maar toeristen hebben meestal geen chippas. Kijk, wat wij vinden is dat toeristen in Rotterdam eigenlijk meer in de watten gelegd moeten worden. Ze komen van het buitenland, zijn economisch van belang voor onze stad. En het zou best wel eens een keer aardig zijn om toeristen 1 keer per jaar, een maand of zo, gratis te laten parkeren. Een leuk idee, zeg. Wat doen ze eigenlijk met al dat parkeergeld?
dat is natuurlijk wel wat er vaak leeft bij de burger. Dat betaald parkeren een melkkoe is voor de gemeente. Maar het tegendeel is waar. In 2004 een start gemaakt met het renoveren van alle gemeentelijke parkeergarages, 40 stuks. Waarbij de Sint-Jacobsplaats hier op de achtergrond een van de belangrijkste garages is die een gemeentelijk karakter heeft. Zowel stallen van bewoners als het kortparkeren. En daar was achterstallig onderhoud opgetreden. En het geld dat wij verdienen in de parkeersector en wordt dus teruggesluist naar het renoveren van deze garages. Om die vooral veiliger, publieksvriendelijker en makkelijker toegankelijk te maken voor mensen die daar willen parkeren. Het is nu de beurt aan de parkeergarage op het Schouwburgplein in hartje Rotterdam. Maar het kan ook anders. Je kan ook gratis parkeren in Rotterdam. En dat is op de PNR-terreinen rondom de ruit van Rotterdam. De doelstelling daarvan is om mensen gratis te laten parkeren om daarna het openbaar vervoer te pakken om de binnenstad in te gaan. Het aantal PNR-plaatsen zal de komende jaren gigantisch stijgen. Maar park en ride is lastig als je veel spullen bij je hebt. Ik vind wel dat je met enige coulance ook moet kijken naar de ondernemers. Want die hebben natuurlijk toch te zorgen dat ze elke dag hun winkel bevoorraden, dat ze hun spulletjes af kunnen leveren. En daar hebben we wel eens het idee dat het lastig is, laat ik het voorzichtig zeggen, om daar op een eerlijke manier mee om te gaan. Ja, je mag hier niet parkeren. Je moet toch gewoon uitleiden, zie je toch? Dit zijn wat boodschappen, dat valt niet onder laden lossen. Ja, ik heb wel 10 dozen naar binnen gezout misschien. Dus, Oh, je bent bijna klaar? Nou, nogmaals, ik vind dat eigenlijk de parkeerwachten een beetje de flexibiliteit zouden moeten hebben om met ondernemers die ze toch kennen, want ze komen altijd in eenzelfde soort gebied, wellicht iets meer tolerant te zijn en de mensen het voordeel van de twijfel te geven. Nou prima, als je klaar bent en je vertrekt gelijk of we gaan hem even parkeren ergens, ja, doe ik dan zo. Vind ik het geen punt. Oké. Dankjewel. Dag meneer. Nou, dat valt dan wel weer mee. En een wielklem is ook niet echt Rotterdams, hè? Nee, dat doen we gelukkig hier niet. Nee. Hoezo gelukkig? Nou, ik vind het al erg genoeg die mensen een boete krijgen en dan nog een keer een klem erop ook. Nee, dat doen wij hier in Rotterdam niet. Kijk, dat is nou eens een parkeercontroleur naar mijn hart. Met een hart. Bedankt en tot ziens.